Dus ik heb vanavond voor jou gekookt. Dit is een tientje. Dat vind ik nog best wel meevallen. Hallo. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe vlog. Mijn naam is Sabrina. Ik begin deze vlog echt op een heel random moment. Het is namelijk donderdagavond. Ik ben net thuis van stage voor de mensen die het nog niet wisten. Ik moet voor school 3 maanden stage lopen. Dit is dan de korte stage. Dus 5 dagen in de week zit ik fulltime op kantoor. En dan heb ik de avonden en dan de weekenden voor mezelf. Maar vanavond ga ik iets bijzonder doen, iets anders dan normaal. Ik ga straks meer daarover vertellen, maar eerst wil ik vragen of jullie een duimpje omhoog kunnen doen en op mijn kanaal kunnen abonneren als jullie dat nog niet hebben gedaan. Oké, wat ik vanavond dus ga doen. Ik ben namelijk door de fancy gevraagd om een challenge uit te gaan voeren. De challenge heet Op Rantsoen en ik heb een meal kit met de post ontvangen. En daarin zitten allemaal ingrediënten uit het rantsoen van militairen. Ik vind het heel erg spannend. Ik heb me er nog nooit op in verdiept. En daarom ben ik eigenlijk best wel heel erg nieuwsgierig wat militairen eigenlijk zo eten. Oké, ik ga proberen om een 5-gangen diner te maken met de ingrediënten. En dan ga ik het aan mijn huisgenoot serveren. Ik ga het zelf ook eten, maar ik ga haar verrassen met het hele spektakel. En dan ga ik haar reactie filmen. Ik ben echt zelf benieuwd, maar ik ben ook heel erg benieuwd wat zij ervan gaat vinden. Dus laten we maar gaan maken. Dit, zo kwam het in de post. Dit is de inhoud. Dus dit is gewoon echt zo'n militair kit. Sommige dingen komen me gek genoeg best wel bekend voor. Ik heb hier al eerder van gehoord. Dit is gewoon een hete kipschotel. Hoe kan dit een hete kipschotel zijn? Ik wil dit klaarmaken. Ik ben echt benieuwd. In plaats van echt een 5-gangen menu dat ik 5 verschillende borden ga opmaken, ga ik een soort van tapas ideetje doen. Dus dat ik alles wel gewoon serveer, maar dan dat ze gewoon van alles een beetje kan proeven. Ja, want ik ga natuurlijk ook proeven, maar het is wel heel makkelijk. Het is omdat ik nu alles klaar maak, maar alle gerechten zijn echt binnen no time klaar. En het valt me allemaal reuze mee. Het ziet er lekkerder uit dan dat ik dacht dat het eruit zou zien. Dinner is served. Ik ben geen chef-kok, maar ik vind dat het nog best wel er prima uitziet. Jullie weten hoe het net in een verpakking zat. Maar ja, als je nu dit zou zien, zou je niet 1, 2, 3 denken dat het militair voedsel is. Ja. Yeah. Nou, laten we Sarah erbij halen. Saar? Are you ready to eat? Yes. Normaal gesproken maak jij eten voor mij klaar. Dus ik heb vanavond voor jou gekookt. Ik ben benieuwd. Eén ding, niet alles is vegetarisch. Dus okay, je kan dit niet eten. Ja, tenzij je alleen een beetje dat soepje. Okay. Dan kan je dat eten. Dat is ook niet vegetarisch, maar de rest wel. Dit is trouwens chocomel. Oh. Dit is limonade. Okay. En dat is thee. Wat zit hierop? Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Okay. Dit is wel vega, dat okay, zeg ik. Okay. Ik zeg het al als je een hap hebt genomen. Oh. En het breekt. Hoe vind je die cracker? Want ik heb hem ook nog niet gehad. Ik ga hem ook gelijk. De cracker is lekker. Ja, oprecht? Het is anders. Het is dus groentepaté. Mm. Ja. We hebben hier suikerpinda's. Ik dacht meer als een soort van side dish, snack. Deze zijn echt lekker. Ja, dit zou ik zo eten. Gewoon als snack. Met de chocomel. Normaal gesproken mag toch een melkachtige substantie in. Hoe smaakt het? Waterig? Maar ik proef de choco wel. Ik ben eigenlijk best wel verbaasd dat ik dit heel lekker vind. Ik zal niet kunnen vergelijken met echt chocomel. Nee. Maar het is wel lekker. Ja. Oh, het is
Blij. Het koud is het wel uit. Nee, het is warm. Het is avondeten, moet natuurlijk warm. Dat klopt. Dat is best lekker. Oprecht, hè? Het idee van een soort van tapas, iets, vind ik wel leuk. Want eigenlijk hebben wij dit nooit echt op deze manier gedaan. Nee. Want als wij, zeg maar, eten, dan hebben we gewoon een gerecht. Dat was in eerste instantie ook mijn idee. Maar ik dacht, laat ik gewoon van alles en nog wat neerzetten. Ja. Maar het leuke is daar, dat dit militair voedsel is. Echt waar? Is zeker waar. Oh. Maar ja, je verwacht dit niet, omdat ik het natuurlijk op deze manier neer heb gezet. Nee. Maar wat voor idee heb jij bij militair voedsel? Dat is een goede vraag. Ik had eigenlijk niet verwacht zoveel. Misschien wat meer één grote maaltijd. Gewoon één bak met, ik weet niet, gewoon vlees of zo. Of iets ergens met aardappelen. Gewoon heel simpel eigenlijk. Ja. Hier hebben ze best wel veel verschillende. Ja, het is eigenlijk dit. Ja. Ik weet niet wat er allemaal in zit. Ja, ik zie hier bonen, spek en hier heb je ook groenten en zo. Dit komt dus allemaal uit één pak. Dit is dus kant en klaar in één pak. Terwijl je normaal gesproken groenten en alles erbij doet. Maar dat is logisch voor militair voedsel. Ja, maar het is wel interessant toch? Ja. Maar het smaakt op zich voor iets waar je van verwacht dat je denkt, toch, oké. Best prima. Nou, ik heb Sarah verrast met eten wat ze waarschijnlijk niet had verwacht. Ze was echt zo van, wat krijg je hier? Ja. Ja, dus dat was allemaal, moest natuurlijk wel een soort van uitleggen. Niet te veel uitleggen wat het is, want ja, ik moet wel zeggen of iets met vlees is of niet, want daar wil ze wel op letten. Maar we gaan even lekker eten. Ik ga echt die chocomel drinken. Die is echt lekker. En ik hoop dat jullie het interessant vonden om mijn... Oh ja, en dan nog als extra toetje. Kauwgom, er zat een kauwgom bij. Het is een beetje improviseren, maar het is wel leuk om creatief bezig te zijn met zoiets. Weer wat geleerd. Oké. Ik vind dat mijn challenge soort van is geslaagd. Ik weet het niet. Ik vind het wel. Ja? Thanks. Ik vind het wel. Thanks. Omdat ik toch op deze late avond lekker actief aan het vloggen ben, dacht ik, laat ik ook gelijk mijn nieuwste items van Chiquelle zien. Ze hebben nu deze periode door Black Friday hele goede acties lopen. Dus mocht je nog willen shoppen, ik zal wel een link in de beschrijving zetten. Maar ik had weer, niet per se sweaters nodig, maar ik wilde nieuwe sweaters. Dus ik heb dit witte kolletje. Kooltruien zijn altijd goed. En ik ben sowieso van de nieuwe tinten. Dus ik heb die trui. Nog een witte trui. En deze heeft een veehals. Oh, ik ben zo blij hiermee. Een teddy vest. En dan hebben we mijn laatste item. En dit is ook een vest. Zo, met een hoodie. Een hele goede zaterdagochtend. Ik ben nu niet thuis. Hoi. Ik ben bij Ritchie. Ik ga straks, niet met Ritchie, maar met zijn moeder, zijn zus en zijn oma kerstshoppen. Dit hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat was volgens mij toen in december. Volgens mij was het toen vlogmas dat ik dat had gefilmd. Ik weet het niet meer 100% zeker. Ja? Ja. Oké. Maar ik heb het dus klaargemaakt voor vandaag. En we gaan zo even ontbijten en dan gaan we kerstshop, ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet of ik dit leuk moet vinden of eng moet vinden. Ik vind het aan de ene kant best wel creepy. Kijk hoe eng een kerstman. Wel schattig. Nogmaals, ik weet niet of ik dit leuk of eng moet vinden. Dit is een hele grote Olaf. En daar, ik probeer niet te veel mensen te filmen, maar daar een zwem. We zijn nu op een andere locatie bij Osdorp. Maar ze hebben ook andere decoratiedingen in plaats van alleen kerstdingen. Zoals dit. Hoe cute! Dit is niks wat met kerst te maken heeft. Maar dit is wel iets wat ik leuk vind. Ik had sowieso al op Bali gekocht. Maar het valt mee hoe duur het hier is. Dit is een tientje. Dat vind ik nog best wel meevallen. Dus een goede tip. Nou, dit zijn mijn aankoopjes van vandaag. Ik heb hier een vliesdeken. Hij was echt maar €15, €14,99. Maar hij is echt heel groot. 2 meter bij
ja, ook ongeveer 2 meter. Dan hebben we dit hele schattige dingetje. Deze was 2 euro. Je kan dit ophangen, maar je kan hem ook neerzetten. Dan hebben we een kerstornament. Ik ga deze aan Chanou geven, want ik vond het wel iets voor haar. Dan hebben we een hertje. En een camera. Deze kan in de kerstboom, maar ik ga hem niet in de kerstboom doen. Want ik ben bang dat hij stuk gaat. Ik had er al eerder zo eentje gehad. Maar die was dus stuk gegaan. En ik wil niet dat deze ook stuk gaat. Dan heb ik van de oma van Richie een kraslot gekregen en een chocoladeletter. Super lief. En dit is een cadeautje voor mijn vader. Want hij is fietsenmaker. Dus ik vond het wel leuk. En dat waren mijn aankoopjes. Een hele goede morgen. Waar gaan we vandaag naartoe? De Dutch Comic Con. In Utrecht, dat is hoe vroeg? 10 over. En we zijn dus de kwart op 16 uur gegaan. Ja. En we mogen 9 euro naar binnen, want we mogen via de pers / ingang. Volgens mij gewoon de pers ingang. Dus we moeten om 9 uur daar aanwezig zijn. Lekker vroeg, maar ik heb er wel zin in. Dit is wel helemaal, want dit is helemaal into, laten we even zeggen, over het algemeen comics. En die programma's. Ik ben ook wel benieuwd wat er allemaal te beleven komt. Ja, we zijn op de beurtvloer. Ik ging net nog even langs Nintendo, want ik ken die mensen natuurlijk van wat events. Super leuk. Dus nu, oh, hallo. Het is nu echt nog mega rustig. Maar kijk, chill. Wij gaan nu naar iets waar ik het meest excited over ben, is Whoville. Het is een soort van gewassen, House of Wax heet het om precies te zijn. En ja, The Grinch, een van mijn favoriete kerstfilms. We gaan gewoon eventjes naar Whoville. I'm happy. Oké, het is toch niet open, maar ik kan nog wel een beetje gaan koekeloeren. Nou, wat leuk! Dus hier komt de Grinch. Nou, we gaan straks even fangirlen om de Grinch. Tot straks, Grinch. Hallo. We zijn verplaatst van plek, van locatie. We zijn al weg. Bij Comic Con. En dan vraag ik waarschijnlijk dat nu al. Het is zeg maar nu lunchtijd. En we zitten bij Van Piano. Dus we hadden zin in eten. Maar we waren er al rond 9 uur. En toen was het echt heerlijk rustig. En het werd drukker en drukker. En ik hou niet. Nou, ik kan gewoon ook niet tegen de drukte. Maar nog terzijde. We hebben alles gezien wat we hebben willen zien. Gekocht wat we wilden kopen. Dus dat ga ik zo laten zien. Maar eerst gaan we even genieten van onze lunch. Smakelijk! Okay. Tijd voor de shoplog. Rit, wat heb jij gehaald? Ik heb gezegd dit. Een bouwpakket. Waar hij dat kan maken. En ik heb hem uitgekozen. Het zijn allemaal losse onderdelen. Nou, heel veel succes. Ik heb onder andere dit schattige knippeltje gehaald. Ik ben echt heel erg slecht. Ik weet dat dit van... Is het van een show? Is het van een... Ja. Het is van een show, maar ik vond het zo schattig. Maar ik wil het wel gaan kijken. Ik wilde eerst de Funko Pop hiervan halen. Maar daar, ja, ik vind Funko Pops wel leuk. Maar ik vond dit toch nog wel schattiger. En dan zet ik het op mijn bed. Heel cute. Deze was 23 euro. En dan heb ik een soort van een goodie bag. Dit was een tientje. Ze hadden deze losse items ook bij de stand zelf staan. Maar het is voordeliger om zo'n goodie bag te kopen. Dus ik dacht, nou, ik wilde heel graag wel wat halen. Het zijn allemaal troepjes. Ik heb het allemaal niet nodig. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Dus een drinkfles. Komt altijd goed van pas. Met een geestje erop. Dat hebben we hier. Oh. Dit is een soort van katje. Ik had deze al op het oog. Die was 3,50 euro. Dus op zich vond ik het wel nice. Een pen. We hebben hier allemaal washi tape, stickers. Nou, ik ben helemaal blij. En nog een Zwitser deodorant. Nou, die vind ik al heel chill. Dat waren mijn aankoopjes. We zijn weer back in town. We waren niet zo lang in Utrecht. We waren natuurlijk heel erg kort bij de jaarbeurs. En toen nog eventjes
wees eten bij Fabiano. En toen zijn we nog heel eventjes wat winkels in geweest, want ik moest wat halen. Want we gaan in december met mijn familie Sinterklaas vieren. We doen elk jaar een Sinterklaasspel. En daar moest ik nog een aantal spulletjes voor halen. Ik merk echt dat het najaar de tijd van... Zeg maar, de tijd is dat ik heel veel shop, geld uitgeef. Wauw, praat is moeilijk. Want gisteren heb ik flink lopen kerstshoppen. Nou ja, flink, kom meer. Maar, ik heb wel aardig wat gekocht. Vandaag heb ik een aantal dingetjes gekocht. Maar ook niet bizar veel of zo. En dan binnenkort ook weer kerstcadeautjes kopen. Niet dat ik dat vervelend vind, want ik vind dat super leuk om te doen. Maar toch, het is wel de tijd dat ik heel veel shop. Niet dat ik klaag, maar ik moet wel gaan minderen. Dat zeg ik constant. Maar in het nieuwe jaar gaat daar verandering in komen. Maar hierbij wil ik deze vlog gaan afsluiten. Ik heb het gevoel dat het een soort van chaotische vlog is, as usual. Maar ik vind het wel leuk om zulke momenten vast te leggen, zodat ik er later nog naar terug kan kijken. Dus hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. En laat vooral weten of jij al je kerstinkopen hebt gedaan. En of je misschien ook naar Comic-Con bent geweest. Zo ja, wat vond je ervan? En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!